Goedemorgen, het is vandaag woensdag, de officiële rustdag. Van rust is al weinig, zo weinig van tal. Ik moet om 9 uur bij de gewichtscontrole wijzen, bij die diëtisten. En daarna moet ik ga ik weer even naar de markt. Er zijn een aantal dingen van mijn groentes die zijn op. En daarna ga ik nog even fietsen. Dat heb ik gisteren niet gedaan. En het is zondag mis. Ik heb ons ontbijtje heb ik twee crackers met boterham over. En dan maak ik er zo meteen nog een kopje thee bij. En dat moet genoeg wezen voor vandaag. Of tenminste voor de ochtend. Wat ik voor de rest van de dag ga doen, dat weet ik echt helemaal niet. Ik ben nog steeds kwaad op mijn bank. Zondag werd beloofd dat er een nieuw pasje was op dinsdag. Het is gisteren dinsdag geweest, geen nieuw pasje. Dus ik denk dat ik naar een andere bank overgaan, want belofte maakt altijd schuld voor mij. En wie zijn belofte niet nakomt, ja, die is bizar. Dus. Nou, ik wens u, ik zie u zometeen van je. Ik sta hier voor de bank, waar ik een beetje mot mee heb. En ik ga eens even het verhaal halen en eens even kijken of het een redelijke schikking kan komen. Ik werd redelijk geholpen, maar een krediet krijg ik ook niet, dus het is einde oefening met deze bank. Een heel goede middag. We zijn weer aangeland met de lunch. Ik ben vanmorgen naar de diëtist geweest. En daar woog ik nog 112 kilo en 300 gram. En de kleding was er al af, dus ik vind het netjes. 2 maanden geleden woog ik 129. Dus ik mag eigenlijk wel zeggen, yeah. Ik ga door. Ik ga niet stoppen, ik sta even stil met gewichtverlies. Maar ik ga door met nog meer trainen en andere dingen. Mijn spiermassa was wel omhoog gegaan. Dus, en mijn ideale gewicht, ja, ik moet erop lachen hoor. Zou wezen volgens dat computerding 72 kilo. Dan mag ik met windkracht 4 mag ik niet meer buiten. Of ik moet lood in mijn schoenen doen zoals iemand zei van Facebook. Maar ik ga gewoon door met trainen. En ik ga het vet eraf halen en ik kom wel op die 100 kilo. En op die 95 kom ik ook wel en dat vind ik een mooi gewicht. Dit is mijn lunch voor vanmiddag. Dat is noedels. Met ei. Ik moet, volgens haar moet ik nog meer eiwit eten. En de koolhydraten, dat is prima. Ik heb het hele schemaatje laten zien van de afgelopen maand. Ik hou dat bij met een app. Fit heet dat ding. En daar kan je alles bijhouden. Wat je verbrandt. Wat je eet. Elk voedingsmiddel staat er zo wat in. En weet je het niet, dan kan je het zelf nog inbrengen ook. Op alle verpakkingen staan de koolhydraten, vetten, suikers en andere dingen. Ik leef daar heel weinig op, want ik het enige wat ik eet is verse groenten. Dus zie u vanmiddag weer. Ik ga nog even fietsen. Ik had vanmorgen ook al 18 kilometer gefietst. Dus ik ga gewoon even door. Ik zie u vanavond bij het item. Wat eten we vanavond?
goedenavond, we zijn weer aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? We eten vanavond een vispakketje met jalapeno's. Wat zijn jalapeno's? Nou, dat zijn Mexicaanse pepers. Ze zijn erg heet. Dus als je niet van pittig houdt, dan moet je dit niet maken. Wat heb je nodig? Een stuk zilverpapier, de grootte van de kabeljauw filet, 1 prei, 1 tomaat, jalapeno's in dinges en rijst om erbij te doen. De prei wordt in dunne ringetjes gesneden, de tomaat in blokjes. Tomaat in blokjes en die jalapeno's heb je ongeveer 2 eetlepels voor nodig. 1 eetlepel gaat in de wok en 1 eetlepel gaat er nog bovenop. Dus als je niet van pittig houdt, maak dit niet. Want ik denk dat je aanbijen valt morgenochtend zeggen van hallo, even rustig. Nou, dit maken we vanavond. En u denkt van, je houdt van pittig eten, ja, daar hou ik ook van. Maar rode pepers en alle soorten pepers, dat zijn ontzettend goede vetverbranders. Dus het is echt geweldig. Zo, daar zitten we weer aan tafel. Na een geslaagde dag, een geslaagde rustdag. Ja, ik heb iets van 32 kilometer gefietst in totaal. S'morgen 17 en vanmiddag 15. Dus en lekker op mijn gemakje. Weer een nevelbuitje over me heen. Ik heb een brief geschreven naar de bank. Dat ik het er niet mee eens ben en hoe we dat op gaan lossen. Ik heb nog geen antwoord gekregen, maar ja, dat zal ook wel niet. In ieder geval, ik los het zelf wel op en het komt allemaal wel goed. Wat eten we vanavond? Nou, dat heb u gezien. Dat was een stuk kabeljauw, filet met prei en tomaat en jalapeno's. Dit is echt, als je niet van pittig houdt, dan moet je dit niet eten. En ik denk, ik daag die kerel uit van, alleen voor mannen, die homo, die daag ik hier ook bij uit om dit, of die jalapeno's op te eten. Ik heb er eentje in mijn mond genomen. En ja, mijn gebit viel bijna uit mijn mond van dit. Dus, dit heb ik gemaakt. U ziet, ik heb rijst gebruikt, maar ik had nog een klein pakje Oosterse groenten. Dat heb ik er doorheen gemaakt. Ik heb het netjes opgemaakt, 2 oogjes en de vis. Ik kan met deze camera niet zo dichtbij komen, maar de prei zit onderop en dan de vis en dan nog jalapeno's. Dus ja, wat ga ik vanavond doen? Ik denk dat ik nou maar eens een keertje niet naar Bond ga kijken, want ik word nou een beetje elke avond Bond. Dat vind ik ook te Bond. Ik ga in ieder geval niet naar Paul en Witteman kijken. Of Paul en die andere. De wereld draait door. Wat een stelletje kleuter zijn dat. Ja, en vanmorgen stond er in de krant, hier, in de VVD had gezegd van het is misschien een goed idee om mensen in de bijstand langs kringloopwinkels te sturen, of te gaan.
Nou, de oorzaker van deze armoede, de PvdA, Beekdanser, die vond het omgekeerde Robin Hood methode. Nee, hun hebben alles gejat, die gasten. Het komt niet uit hun kokertje, dus dan is het gelijk slecht. Nou, die kennis krijgen die hele PvdA. Gisteravond ook, ik maak er volgens iemand een levenswerk van om de PvdA te beschimpen. Nee hoor, ik heb een normaal leven. Alleen als ik wat lees over die gasten en ik kan het gebruiken om ze te beschimpen, ja, dan doe ik dat. Dus. Nee hoor, ook dat Vara TV, dat is gewoon PvdA TV. Ik wil wedden dat hij vanavond weer komt met een of andere bitspringhaan van die horde. Dus, nee hoor, ik vind het allemaal prachtig. Ik kijk er niet meer naar. En ik wil er ook niet meer kijken. Dus, ik hoop dat ze me zo uitnodigen. En dan zal ik hetzelfde waarheid zeggen zoals ik het hier zeg. Want ik neem geen blad voor de mond. Dus, u hebt mijn uitslag gezien. Op Facebook. Mocht u niet op Facebook hebben gekeken. Ik zal het in het filmpje verwerken. Maar, het was heel hartstikke goed. Ik weeg nog 112 kilo en 3 ons. Dus die 12 kilo die krijgen we er ook wel af. En morgen weer lekker trainen. Dan gaan we weer de keihard tegenaan. Zaterdag naar en zondag naar Rotterdam. Het is wel een beetje kloten. Feyenoord speelt ook tegen Ajax. Dus ik zal hier niet een t-shirt aantrekken van I Love Amsterdam. Want dan heb ik het helemaal gedaan. Nou, ik wens u een prettige avond.